Hallo, welkom bij de tweede videoles over de diagnostische toets van hoofdstuk 4 voor getal en ruimte, klas 1, HAVO, VWO. En in deze videoles kijken we naar opgave 2. Bereken en schrijf ook de tussenstappen op. Min 25, min 5. Keer 3, min 1. En dit is een klein beetje gelijk een instinker, want volgens de rekenvolgorde gaat keer voor. Dus dan krijgen we min 25, nou, min 5 keer 3, oftewel 15, min 1. En nu gaan we wel op volgorde werken. Min 25, min 15 is min 40. Min 1 is min 41. Opgave B. 12 keer. Min 6, min 8 keer min 2. Is. En dan gaan we ook weer de rekenvolgorde opletten, namelijk keer gaat altijd voor. Dus die doen we in dit geval even als eerste. 12 keer min 6 is min 72. Min 8 keer min 2 is min 16. Nou, min schrijven we op als plus. Dus dan komen we uit op min 60, want het is min 72. En we gaan er 16 omhoog, wacht even, dan is het niet min 60. 72 plus 16. Nee, wacht even. Min 62. 66. 56. Dus min 56. Sorry, ik reken even verkeerd. Ik was even verkeerd aan het hoofd rekenen. Ik heb geen antwoordvel bij. Ik doe het gewoon tegelijkertijd op de snelheid dat ik het ook van jullie verwacht. Min 21 plus 2 min 12 keer min 8 plus 3. Nou, min 21 staat er gewoon. Haakjes gaan voor. 2 keer min 12 is min 24 keer min 8 plus 3. Dus ik heb eerst haakjes gedaan. Als ik eerst haakjes heb gedaan, ga ik dan verder. Dan heb ik hier namelijk 8 keer 24, even kijken, 8 keer 24, 8 keer 4 is 32, 2 keer 8 is 16, plus 3 is 19, dan hebben we dus 192, plus 3, dus min 21, plus 192, is als ik het goed uit mijn hoofd doe, 171, plus 3, dus het antwoord is 174. Door naar opgave D. Min 17 plus 8, tussen haakjes, keer min 5, min 6 keer min 3. Haakjes gaan voor, min 17 plus 8 is min 9, keer min 5, min 6 keer min 3. Nu gaat de keer voor, dat zijn twee aparte berekeningen, die ga ik wel even allebei apart doen. Min 9 keer min 5 is plus 45, min keer min is plus. En min 6 keer min 3 is min 18. Dus uiteindelijk hebben we 45 plus 18. En 45 plus 18, 55, 63. En dit was dan opgave nummertje 2. Ik ben Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.